Oké, ik zit lekker achter de struiken. Niemand die me ziet. Helemaal wel met Pep Mario. Susie, spuug jij muntjes? Want ze zijn een paar kwijt, ga ik door wegrennen. Zeg eens iets mee, Mim? Ik zeg niks. Daarin. Je moest wel iets zeggen. Oké, okay, in battle. Deze schijnt 12 levens te hebben, deze Pet Piranhas. Dus per. Wat gaan we doen? Nee, niet per. Wat gaan we doen? Ik zou het niet weten. Trouwens, ik mag, hè? Ja. Misschien, ja, de power bounce is misschien power bounce? Ja, dit is de power jump. Oh, dat bedoel ik. Oké. Okay. Goed. Belly flap. De eerste. Belly flap. Oh, we hadden nog steeds twee stukjes. Twee puntjes. Ja, ik bukte. Zo stom. Dit is niet goed. Goed. Dit ziet er slecht voor ons uit, hè? Ja, ik doe die volgende, deze. Ja. Bij de tweede en Baby doet de eerste de belly flop. Dat lukt wel. Ja. Doe de belly flop bij de eerste, niet bij waar we nu zijn, oké? Ja, meestal begrijp je ons niet, vandaar ik het even herhaal, oké? Oké. Hij is dood en 2 star points maar waard. Oh, 5! Hoe kan dat? Oh, jongens. We moeten dit doen. Ja, Powerbounce, dan zijn we klaar. Powerbounce. Jump heet het eigenlijk, hè? Oh, oké, Ben lukt het wel. Ja, misschien komt het omdat we in de gevarenzone zitten, weet je wel? Ja. Oh, net op tijd. 81 star points. Zo netjes. Zullen we dan HP doen? Straks kies voor HP? Ja. Ja. Hey! Ik ben vrij! Wow, we zijn. Is dit de laatste? Ja, dit was de laatste. Kom, laat goed, we gaan terug. Door. Als we helemaal terug gaan bij die boot weer, dan kunnen we onze levens weer vullen. Weet je nog? De boot? Waarom zou alleen de walvis bedoel ik. Ja, maar waarom zouden we helemaal terug gaan naar de walvis? Je weet wel veel het is. Ja, oké, okay, goed. Maar ik wil graag weer 25 HP. Dat is waar. Ja. Ik kan me die schedel voor mijn jeus zetten, kost. Oké, waar zijn we? Nee! Oh, no! Nee. En over het water. Waar je waar? En een vriendelijke groet van Sinterklaas, hè? En nu bukken we weer. Moeten we hier niet op? Ja. Huh? De vorige keer was het niet zo. Run away! Naar de boot. Dat is niet. Hey. Dat is niet echt ver hoor. Als we hier zo gaan, dan zijn we al bijna. Of alleen maar nog wat. Hey, jongens. Ja? Als we bij die bed gaan, krijgen we ook alle levens erbij, hè? Het bed? Het bed in het dorp, Mushroom. Ik begrijp het niet helemaal, maar ja. Dan kan je slaan. Cheese. Ja, oké. Weg, hè? Mm-hmm. Ja, kom op. Niet zo weinig. Dank je. Want walvis is absoluut geen... Huh? Hoe kan dat? Ja, dat was er het is er nooit geweest, je hoor. Je moet op dit knopje drukken. Er is hier nooit eentje geweest, hoor. Kijk, nu is dat niet hoe ik opkwam. En wat bedoel ben je met een bed? Laat het terug naar het dorp in elk geval. Oh ja, dan kun je in zo'n dorp kun je ergens gaan slapen.
En Bemis zegt dat dan al je HP weer terugkomt. Waar is dat bed? In hier. Je doodhuisje. Hoeveel zijn we met de tijd? Met de tijd zijn we nu ongeveer op de 5 minuten. Hier slaap ik nooit. Dan moet ik wel eens kijken of het gewerkt heeft. Ja! En alles is er echt bij. Goed, 7-5? Ja. En dan wil ik weten wat we nu moeten doen. Misschien kunnen we even naar het opperhoofd of zo. Of we gaan die, laten we zeggen, toerist of zo. Hem. Die onderzoeker. Gaan hem die erbij halen of zo. Dat zou goed kunnen. Dan ga ik straks nog een beetje komen. Hey, is niet eens. Kijk, dat daar is meneer saai. Ik weet het goed. Kom in deze weg. Wat doet hij nou? Hey, ik moet echt helemaal nog pissen, joh. De jood is. Ik word even hem. Ik moet even stoppen en dan moet je. Oh, volgens mij weet ik waar je die moet neerzetten. Oké. Laat ik even naar de zee. Jorgen, weet je nog in die jungle met die grote standbeeld van hem? Precies. Nou, volgens mij moet je hem daarin doen. Nou, we gaan even kijken. Ik heb dat eens een keertje op YouTube gezien. Oké, ik ga het maar zitten. Ik kan me een beetje aanwijzen waar die zit. Dat is een best wel dicht. En daarbij weet je nog die standbeeld. Ja, ik weet het, alles nog. Moet hij naar de sierven? Nee, aan de andere kant. Die weg heb ik nog nooit genomen. Hoor je wel? Naar die zogenaamde elkaar waar niet overheen komen. Maar ik snap niet waar jullie het over hebben en waar we naartoe moeten. Benjamin, ik weet alles. Dus mag ik weer? Want ja. Ik ben tot de veld lopen. Ja. Oké. Okay. Waar zijn we? Nog van de. Deze niet nemen. Even weg, ik ben het vergeten. Ik zit achter. Oh, daar. Denk ik. Ik denk hier naar boven. Ja, hierheen. Basically. Check. Kom op. Denk je. Ja, hier is het. Oh, oh my. Nee, be the first track. Nee, hou niet je speer omhoog. Dank je. Oh, de deur gaat weer open. Goed, Ben? Oh, nou. Tom. Nog één. We misten één stuk leven. En nu waarschijnlijk dus moeten we nog 3. Ja, nu hebben we nog 3. Ja. Ja, klaar. Goed. Wacht zo, kom eens. Oh, nog 11 stappotjes en dan hebben we weer level 8. Ja. Dat gaat wel snel hier. Ja, ik zei het toch. Wacht even, misschien is het de code. Boven, rechts, beneden. Oh ja, dat is standbeeld. Nu weet ik, nu snap ik het. Wij dachten dus dat het daarmee iets te maken had, snap je? Probeer eens. Dit is een weg.
Oh, verkeerd knopje. Fijn, als we nu een bocht tegenkomen die ons 11 startpunten zal geven, ben ik blij. Als nu een bocht? Als nu een bos. Het gaat weg. Het ding gaat weg. En we hebben een pad. Oei. Oké, dit zal... Oké. Dit moet genoeg zijn, toch? Ja. Powerbounce? Deze is misschien een andere. Ja, dat bedoelde ik eigenlijk. Dat is jij. Oké. Die kant. En saai. Moet je eigenlijk nu stoppen? Ja, wacht. Wacht eventjes. Na deze beurt houdt even een pauze, oké? Eigenlijk een beetje ongepast om dit te stoppen. Maar dat ik We doen eigenlijk... Oké. We stoppen even. Doei. Dag.